We zijn bij de schrapsessie en jij had het net over jullie systeem Topdesk, waar jullie ook graag mee aan de slag willen. Wat is precies het probleem? Nou, het probleem is, wij moeten alles aanvragen via Topdesk. En onlangs zaten wij bijvoorbeeld zonder koffiezetapparaat en word ik geacht in Topdesk een aanvraag te doen. Die heb ik ook keurig gedaan. Ik heb een koffiezetapparaat nodig voor de woongroep. Nou, uiteindelijk denk ik, dan krijg ik binnenkort mijn koffiezetapparaat. En krijg ik uiteindelijk een mailtje terug of ik zo vriendelijk wil zijn. En op de website van de blokker even te gaan kijken welk koffiezetapparaat wij willen voor de groep. Nou, dan moet ik dus het systeem omzeilen omdat dat beter uitkomt. Naar de website van de blokker gaan kijken welk koffiezetapparaat ik wil. En dan moet ik de TX326J hebben. Dat geef ik wederom door in Topdesk. En uiteindelijk moet ik dan hopen dat het goede koffiezetapparaat besteld wordt. Beetje raar, want ja, we hebben een systeem. Ik zou erop van op aan moeten kunnen dat het ontzorgt. En toch moet ik allerlei wegen bewandelen om uiteindelijk het juiste koffiezetapparaat op de groep te krijgen. En onze cliënten te voorzien van een goed kop koffie. En wat gaan jullie hier aan doen? Nou, we hebben vandaag besloten dat we met elkaar het gesprek aangaan om binnen onze organisatie aan te gaan sluiten bij de werkgroepen die zich bezighouden met het ontwikkelen en het doorontwikkelen van de systemen. En in ieder geval, deze voorbeelden die we als grote organisatie met elkaar hebben, in ieder geval samen te brengen en het gesprek te gaan voeren. Hoe kunnen we dit anders? Hoe kunnen we dit versimpelen? En hoe kunnen we hier in ieder geval wat stappen tussenuit halen dat aan het koffiezetapparaat er sneller is en minder werk kost voor iedereen?